welkom bij deze nieuwe video. Vandaag in plaats van make-up heb ik kleding. Ik heb vandaag echt een mega shoplog voor jullie. Shoplog, haul, hoe je het ook wilt noemen. Van Pretty Little Thing. Pretty Little Thing is een kledingwinkel uit volgens mij Engeland. En ik heb die echt al 100 keer voorbij zien komen. Zowel op YouTube als Instagram. Ze hebben echt super, super leuke kleding. Alleen ik had het persoonlijk nog nooit besteld. En een weekje geleden, of hoe lang het ook geleden is, heb ik daar een grote bestelling geplaatst. Omdat ik ook 15 kilo ben afgevallen, pas ik letterlijk 85% van al mijn kleding niet meer. Vooral broeken en zo. Dus ik moest echt heel veel nieuwe kleding hebben. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon een aantal broeken bestellen. Jurkje, een topje. Maar ik heb vooral heel veel verschillende soorten broeken besteld. Een aantal kledingstukken zijn ook echt totaal out of my comfort zone gewoon. Dus ik vind het echt super leuk. En ja, ik heb dus alles binnengekregen. En ik dacht, ik ga deze video maken met jullie. Want dan kunnen we met z'n allen kijken wat we van alle kleding vinden. Ik zet ook van elk kledingstuk een linkje beneden in de beschrijving. Dus mocht je iets willen, kun je gewoon al makkelijk klikken. Je hoeft ook geen douane te betalen of zo, want het is vanuit Engeland. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, first things first, mijn make-up. Deze look heb ik gemaakt in een video waarin ik het paletje van Nikki heb getest. Ik heb daarin wel 2 verschillende ooglooks gemaakt. Eentje heb ik even weer veranderd naar deze, want ik vond het raar om deze video te gaan maken met 2 verschillende ooglooks. De lipkleur die ik op heb is een lippotloodje van MAC in de kleur Whirl. En een lipgloss van Juvia's Place. In de kleur Barely There is een lichte roze nude kleur. En dat was het dus, deze 2. Oké, alle kleding. Ik heb alle kleding al aangedaan. Ik heb dus de aanbeelden al gemaakt. En dat was op een andere dag. Dus qua mijn hoofd en mijn make-up en mijn haar en zo ziet het er heel anders uit. Want op die dag had ik geen make-up op en mijn haar niet gedaan. Dus dan weet je een beetje waarom ik er op de aanbeelden anders uitzie. Hoe doe ik altijd dit soort video's? Ik ga alle kleding laten zien. En ik ga ook dus laten zien via aanbeelden dat ik het ook aan heb. Want ik vind het altijd super belangrijk. Vooral bij kleding hauls, dat de kleding ook aan wordt gedaan, zodat je echt goed ziet hoe het nou echt staat. Het was een beetje spannend voor mij, want ik heb op die site nog nooit besteld en het zijn dus Engelse kledingmaten. En ben ik dus afgevallen en weet ik ook mijn maten niet helemaal precies. Nu wel, maar toen die dag niet. Dus ik heb een beetje gegokt. Maar ik kan al vertellen dat ik de meeste dingen gewoon godzijdank pas en goed heb gegokt. Oh, by the way, hoe snel had ik alles binnen? Ik heb betaald voor next day delivery. Het komt dan niet de volgende dag, maar binnen een aantal dagen. Ik vind hun bezorging super traag. Als jij niet extra betaalt voor een snelle bezorging, dan moet je echt 2 weken wachten of zo. Dus ik wilde het gewoon snel binnen hebben. Dus ik heb maar liefst 20 euro betaald. Mensen, 20 euro om het binnen een week binnen te krijgen. En toen had ik het binnen 4 dagen binnen. Dus ja, als je dat wilt, dan moet je echt veel extra betalen. Ik weet niet of het echt die 20 euro waard was, maar oké, ik heb het gewoon gedaan. Vooral ook omdat ik deze video wilde maken. En als je iets retour wilt sturen, moet je daar ook voor betalen. Ik weet nog niet hoeveel, maar dat stond wel op de site. Ik moet het nog gaan terugsturen, dus ja, dat vind ik wel echt, echt minder. Maar al met al vind ik alle kleding wel heel erg mooi. Ik ga beginnen met een van de goedkoopste kledingstukken van vandaag. En dat is deze witte top. Het is een witte crop top. Het is zo van dat stretchy materiaal. Dat vind ik heel erg fijn. En je kunt hem zo hiervoor dichtmaken met deze elastiekjes. Deze heb ik in de maat UK 8. En dat is in onze size EU 36. Dit was ook echt een gokje. Ik wilde hem niet te groot doen. Want als ik iets haat, vooral met crop tops, is als ze zo te los zitten. Dus ik wil die altijd strak hebben. Dus deze leek mij echt heel erg leuk op de website. Dus heb ik besteld. Dit is ook een beetje out of my comfort zone. Het is ook wit. Ik hou niet zo van wit, want ik maak wit altijd vies. En het is een best wel hoge crop top. Dus het was een beetje een gokje, maar ik dacht, hij is niet heel duur, dus ik ga het gewoon proberen. Dit is dan de top. Ik vind hem wel leuk. Hij is een beetje strak hier bij mijn dikke bovenarmen. En ik vind hem een beetje kort, maar ik weet niet. Het is een beetje een twijfelgeval. Ik vind het wel leuk hoe die gewoon zit. En ik vind hem wel heel cute. Dus ondanks dat hij toch hier een beetje strak zit, denk ik wel dat ik hem gewoon hou. Ik had dit eventjes anders moeten strikken of zo. Want ik vind hem wel heel cute, maar ik had hem niet zo hoog verwacht. Ik had hem iets meer hier of zo verwacht. Maar ik vind hem wel heel leuk en de kwaliteit is ook echt goed. Hij schijnt niet door, want ik heb hier gewoon een BH onder. Kijk, gewoon een bruine BH. En het is lekker stretchy en dat vind ik ook altijd fijn. Dan heb ik hier een broek. Dit is echt de meest aparte broek ever. Zo'n broek zou ik nooit dragen. Totaal out of my comfort zone. Maar ik heb hem toch gewoon besteld. Het is een high-waist blauwe jeans. En hij is helemaal wijd. Hij zit dus niet strak om de benen. Ik draag alleen maar strakke broeken. Dus dit is echt heel anders voor mij. En hier onderaan heeft hij zo een split, zoals je kunt zien. Wacht, ik ga het even beter laten zien.
Kijk, hieronder is een split. En het is dus compleet baggy. Ik heb hem in de maat. Even kijken. Ik heb bijna alle broeken in maat 12, volgens mij. Ja, 12. UK size 12. Achteraf gezien had ik beter maat 10 kunnen doen. Maar ik pas hem nog net. Ik vind hem heel erg leuk. Hij staat ook goed. De materiaal is ook goed. Het is goede kwaliteit. En de fit is ook echt precies als op het model op de website. En dat vind ik heel erg fijn. Dus met deze broek ben ik al met al heel erg fijn. Ondanks dat hij totaal out of my comfort zone is, is het een superleuke broek. Oké, dit is dan de broek. Oh mijn god, dit is echt een soort broek die ik nog nooit heb gedragen. Ik vind hem wel leuk. Hij is een klein beetje groot, maar het valt op zich wel mee. Ik kan hem gewoon aan. Dat vind ik wel fijn. Zo is hij van de achterkant. Hij is wel echt heel erg lang. Maar ja, als ik hem gewoon draag met sneakers, dan is het gewoon leuk, denk ik. Ondanks dat het niet echt mijn stijl is en het is een beetje apart, vind ik hem wel leuk. Dus ik denk gewoon alsnog dat ik hem hou, hoor. Ik vind het wel heel leuk voor als ik ga winkelen of zo. Ik vind de kleur ook heel leuk. Ja, I like it. Misschien had ik een maatje kleiner moeten doen. Maar ik ben ook weer bang dat als ik een maatje kleiner had gedaan, dat dit misschien echt veel te strak zou zitten. Want hoe die nu zit, vind ik wel top. Ik vind het ook cute met de witte top zo. Ja, ik vind hem wel leuk. Ondanks dat het een beetje een aparte stijl is, vind ik het wel gewoon een leuke stijl. En het zit ook goed om mij heen, gewoon om mijn heupen en billen. Dan ga ik nog heel even verder met de broeken. En dit is een broek die meer in mijn straatje past. En dat is gewoon een high-waist blauwe jeans. Maar deze is wel helemaal strak. Ook heeft hij onderin een split aan de binnenkant van de enkel. Dus in plaats aan de buitenkant is een split aan de binnenkant. En dat vond ik wel leuk. Een broek met zo'n split hieronder is nou helemaal in. Dus ik heb bijna allemaal broeken met een split besteld. Want die heb ik ook niet. Ik heb heel veel normale jeans, skinny broeken, die gewoon helemaal dicht zijn. Dus de split onder maakt hem een beetje anders. Deze heb ik ook in een maatje 12. Engeland size 12 is dus EU maat 40. Ik hang nou een beetje between maat 38 en maat 40. Qua broeken, als die te klein zijn, dan kan ik ze gewoon letterlijk niet aan. Dus ik ben gegaan voor 7 en heb de iets grotere maat gepakt. Maar ook weer, dit is een broek die ik beter in maat 10 had kunnen doen. Maar ook dit is een super leuke broek. Hij zit heel mooi om het lichaam heen en I like it. Nou, dit is echt een broek waar ik van hou. Hij is lekker high-waist. Hij is lekker hoog. Ik had hem ook wel weer denk ik in één maatje kleiner kunnen doen. Maar op zich past hij wel. Het is niet zo te groot dat ik hem echt moet terugsturen of zo. Dit is de achterkant. Hij zit echt fantastisch. Je hebt dus zo onder een split. De split zit aan de binnenkant. Ik vind hem ook weer heel leuk met deze witte top. En hij zit echt super stretchy. Dit is echt de meest stretchy broek ever. Maar ik vind hem wel heel mooi. Ik vind ook de kleur leuk. Ook weer leuk met sneakers of zo. Dit is echt de soort broeken waar ik van hou. Heel erg cute. Heel erg leuk. Dan hier ook weer een broek. Alleen dit is een hele andere soort broek. Dit is een chique broek. En dat is deze slangenprint. Een beetje pantalonachtige broek. Deze heb ik wel in maat 10. En deze past goed. Dus deze had ik wel in een maatje kleiner gemaakt. Besteld bedoel ik, gemaakt. En deze is helemaal wijd tot aan de grond. En hij is best wel dun. Het is wel een dun stofje. Ik was ook bang dat hij zou doorschijnen, maar dat doet hij niet. Ik vind de slangenprint ook heel erg leuk. En dan hierachter is een rits, maar je kunt die rits totaal niet zien. Het is zo'n rits die je gewoon niet ziet. En hij zit echt goed. Hij is ook hoog, high-waist tot aan de buik. Ik draag alleen maar high-waist broeken. Ik draag nooit broeken die normaal vallen of zo. Want met mijn soort figuur is een high-waist broek gewoon echt het beste. Dus deze broek vind ik heel erg leuk. Dit leek me ook leuk voor mijn verjaardag of zo. Dus ja, deze heb ik besteld. Oké, deze broek is echt leuk. De bodysuit is by the way van de Zara. Deze is ook super leuk met hier zo'n knoop. Ik weet niet of het echt goed opvalt. Kijk hier die knoop. Deze bodysuit is echt de shit. Ik heb die ook net nieuw. Maar in ieder geval, het gaat om de broek. Kijk deze broek. Deze broek heb ik dus in een maat 10 genomen. De rest van de broeken in maat 12. En ik zie nou ook dat maat 10 echt veel beter past. Deze zit gewoon helemaal perfect. Hij is helemaal zo lang en wijd tot aan beneden. Met hakken aan is het echt super leuk. Misschien voor mijn verjaardag of zo. Of weet ik het. Ik vind het in ieder geval echt heel erg leuk. Dus dit laat ook weer zien dat ik echt de broeken in maat 10 moest doen in plaats 12. Maar deze past echt perfect en ik vind hem echt super leuk. Ik vind hem ook echt heel leuk met de bodysuit die ik aan heb. Of gewoon met een top zo zonder mouw is ook heel leuk. Maar ja, deze past dus echt helemaal perfect. En I love it. Echt een super, super leuke broek. Wel een beetje lang, maar ik ben ook niet echt de langste persoon. Ik ga even hakken aandoen. Kijk, jongens, met hakken is hij echt perfecte lengte. Kijk, hij komt nog wel een heel klein beetje op de grond. Maar misschien kan ik hem iets kleiner laten maken of zo. Want nou is hij wel een klein beetje te lang. Maar ik vind het wel mooi als hij juist zo op de grond komt. Maar ja, hij moet niet helemaal over de vloer heen.
sleuren. Want dat is ook weer niet de bedoeling. Maar dit probleem heb ik vaker. Ik ben slechts 1,64 meter. En dan is vaak alles een beetje te lang. Maar op zich kan het wel. Ik vind het echt nog net kunnen. En dit is sowieso een broek die ik zou dragen met hakken. Maar goed, ik vind het dus echt een hele, hele leuke broek. Wat vinden we ervan, jongens? Dan heb ik hier nog een broek. En dit is een leren broek. Al is het niet echt een broek. Het is meer een legging. Ik heb hem ook in de maat 12. Deze is zo lekker stretchy. Hou ik ook van. En hij is ook weer high waist. En deze is helemaal strak tot aan beneden. En dan beneden is er ook weer zo'n split. Mensen, ik ben helemaal into broeken met een split nou. Deze heeft ook een split. Ik had hem gezien bij een meisje op Instagram. En ze had toen de winkel getagd waar ze hem vandaan had. Dat was dus Pretty Little Thing. En die foto van dat meisje heeft mij dus naar die website gebracht, waardoor ik dus nou al dit heb besteld. En dat kwam allemaal door deze ene broek. Helaas is hij te groot, maar dat gaan jullie zo meteen zien. Maar het is wel een hele mooie broek. Hij stinkt ook niet en de kwaliteit is goed, lekker stretchy en I like it. Oké, dit is dan die in leer, maar deze is echt wel te groot. Ik vind hem wel super leuk. Kijk ook met die split. Dus ik ga hem zeker terugsturen en halen in een kleinere maat. Want hij is wel echt te groot, maar ik vind hem wel heel leuk. Dit is de achterkant, maar hij zit gewoon echt te groot. Ook hier allemaal zo. Je kunt het niet heel goed zien, want het is een beetje donker. Maar hier zit het echt een beetje te groot. Maar ik vind hem wel leuk. Dus ik ga hem wel terugsturen en opnieuw bestellen. Alle broeken had ik gewoon in maat 10 moeten doen in plaats 12. Dit kan in ieder geval niet, want deze is echt een beetje, ja, te groot. Maar ik vind hem wel heel leuk, jongens. I like it. Dan ook weer hier een van de meer betaalbare kledingstukken. En dat is dit lapje stof hier. Deze slangenprint. Dit is een crop topje. Het is gewoon zo'n band met slangenprint. Deze heb ik in maat UK 10, maatje 38. Omdat ik ook echt een grote cupmaat heb, cup E, is het belangrijk dat alles er gewoon goed in paste. Normaal pak ik een maatje kleiner, maar nu heb ik dus een maatje groter gedaan. Dit is gewoon zo'n band, valt niet echt iets over te vertellen. Deze heb ik besteld, omdat ik deze kan combineren met echt heel veel verschillende outfits. En ik heb echt een aantal dingen in mijn hoofd hoe ik dit kan dragen. Dus dit is gewoon een hele leuke, ja, bandeau top, of hoe dit ook heet. Ik ga ook in de aanbeelden laten zien dat ik hem heb gematcht met 3 outfits. Nou. Dit is dan de bandeau top. Deze vind ik ook heel leuk. Hij heeft niet heel veel houvast. Dus als je echt houvast zoekt, gaat dit hem niet zijn voor jou. Ik heb hem heel even gewoon met die zwarte broek aangedaan en een zwarte blazer. Dit was dan de soort stijl die ik in mijn hoofd had om hem mee aan te doen. Zo helemaal zwart en dan nude hakken of zo. Of dit in het bruin. Een soort van bruine blazer of zo. Wacht, ik ga die aandoen. Kijk, zo is hij ook leuk met een donkergrijze broek. En dan zo deze bandeau. En dan zo die blazer erop. Het heeft wel iets, vind ik. Het heeft iets apart en ik vind het wel leuk. Ja, ik vind echt dat hij gewoon goed past. I like it. Het is misschien ook leuk met die ene grote baggy broek. Je kunt hier gewoon zoveel mee doen en dat vind ik gewoon zo fijn. Je kunt een soort outfit maken die je wilt. Je kunt hem ook aandoen onder een clear top of zo, dat dit zo doorschijnt. Je kunt hier zoveel mee doen. Kijk, zo is het ook wel leuk. Al is dit niet iets wat ik zou aandoen op straat. Ik vind het iets too much, iets te bloot of zo. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik zie wel iemand gewoon dit zo dragen op straat of nog met een blazer erop. Of een vest of iets erop. Dat is best wel leuk. Dit is best wel een cute outfit. Dit matcht ook gewoon met best wel veel. Achter ziet hij er zo uit. Dus ja, ik vind hem wel leuk. Maar nogmaals, hij heeft geen houvast. Ik ben aan het twijfelen of ik hem nou omgedraaid aan heb. Volgens mij moest dit boven, maar ja, whatever. In ieder geval, zo is het ook wel een leuk outfitje. Dan heb ik hier echt een van de leukste items. En dat is deze jurk. Dit is zo'n halterjurk zonder mouwen. En die is zo hier zo geroosht. Met van die ruching, zien we dat. En dan is die gewoon helemaal tot aan beneden. En dan hieronder heb je aan allebei de kanten zo 2 van dit soort sliertjes. En dan kun je ze zo vastmaken aan allebei de kanten. Hij valt tot aan de knie. Deze heb ik in maat UK 8 EU 36 en hij past echt perfect. Wat ik zo leuk vind aan de Pretty Little Thing website, dit is de eerste keer dat ik zoiets zag op een website, maar dat is dat je ook kunt winkelen op jouw lichaamsfiguur. Dan hebben ze een aantal verschillende lichaamsfiguren en als je daarop klikt, zie je allemaal kleding die heel mooi staat met jouw soort figuur. Ik heb een heel voluptueus figuur, ik heb echt een zandlopen figuur en de meeste modellen die ik altijd op websites zie, zijn altijd super dun en dan moet ik altijd inschatten hoe het dan gaat staan met heupen, borsten, billen en dat soort dingen. En nou klikte ik gewoon
gewoon op dat soort figuur. En dan zag ik allemaal modellen met mijn soort lichaamstype. En dat vond ik echt geweldig, want dan kan ik gewoon gelijk zien of iets staat. Dus ik heb ook echt gewoon de maat gepakt van het model op de website. En hij past ook gewoon echt goed. Dus dat vond ik echt heel erg top. Dus deze is echt super mooi. De kwaliteit is ook echt goed. Het is een goede, dikke stof. En hij stretcht goed mee. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit is echt leuk. Het is helemaal zwart. Het zit echt perfect om het lichaam heen. Ik vind het zo fijn dat ze op die site verschillende soorten lichamen kunnen zien. En dat je gewoon kleding kunt bestellen op jouw soort lichaam. Dit kan ook omhoog. Dat heb ik nou niet gedaan. Ik heb het gewoon gelaten hoe het is. De achterkant is ook helemaal lang en schijnt niet door. Ik vind dit echt een van de leukste jurken die ik nou überhaupt gewoon heb in mijn collectie. Ik vind het echt een superleuk jurk. Dit is echt iets wat ik zou dragen. Hij is ook gewoon lang genoeg. Niet helemaal tot hier. Dat als je bukt je gelijk alles ziet. Dit zo is echt heel erg cute. Ik ben hier heel blij mee. Dus ik heb nou vooral broeken daar besteld. Omdat ik echt broeken moest hebben. Maar ik denk dat ik zeker wel nog een paar outfitjes als deze ga bestellen. Hij is wel een beetje strak. Ik heb in een kleinere maat genomen. Maar ik ben op zich wel blij dat ik gewoon die maat heb genomen. Want ik heb eigenlijk liever dat ietsje te strak zit. Dan echt zo te groot zit. Dus ja, ik ben er gewoon heel blij mee. I like it. Dan heb ik hier een two-piece set. Even kijken. Dit is de top. Het is een top met een rok. En dit is een bodysuit, zoals je kunt zien. En hij schijnt door. Ik vind de print heel erg leuk. Het is zo'n natuurprint. Het is een beetje Japanse vibe, zoals je kunt zien. Ik hou van nude kleding. Zoals je ook kunt zien, heb ik die nou ook aan. Ik hou vooral van zwart en nude. Dat zijn mijn twee kleuren waar ik van hou. Dus deze top bodysuit leek mij heel leuk. Ook met gewoon een broek of zo. Hij komt met een rok, maar je kunt hem combineren met wat je wilt. Want je kunt ze gewoon allebei apart bestellen. Hij valt gewoon uit mijn handen. Dit is de top en dan is hij gematcht met deze rok. Deze rok schijnt obviously niet door. Dat zou wel zijn als die rok doorschijnt. Deze schijnt niet door. Hij is wel lekker kort. Deze heb ik in de maat 10 UK size. Dus een maatje kleiner dan al die andere broeken. En de bodysuit heb ik ook in een maatje 10. Heb ik ook in een iets grotere maat gepakt dan de normale tops. Omdat het een bodysuit is, pak ik het altijd in een maatje groter. Dus deze bodysuit moet zo in de rok. Ik vond hem wel een beetje kort op de size. Maar ik dacht, weet je, ik ga het gewoon toch proberen. En het is een hele leuke outfit, maar wel echt super, super cool. Jongens, dit vind ik ook weer heel erg leuk. Hij schijnt wel een beetje door, of ja, een beetje heel erg. Maar whatever, je moet er gewoon een leuk BH'tje of topje onderaan doen. De rok is ook heel leuk. In principe, hij past gewoon helemaal. Deze rok is echt te kort. Kijk even dit. Hoe moet ik dit aan? Kan iemand mij vertellen hoe ik dit aan moet gaan doen? Oh my god. De fit is wel echt prachtig. Hij maakt je figuur zo heel mooi slank hier bij de waist en zo. Als hij nou lang was geweest, als hij gewoon tot hier kwam, of over de knie, maar op zijn minst tot hier was al goed genoeg geweest, dan was hij echt leuk geweest. Ik vind ook de kleur heel leuk, zo nude-achtig en zo. Deze haltertop gaat helemaal tot hoog. Alleen deze rok, jongens, nee. Dan heb ik hier nog een broek. En dat is deze zwarte high-waist jeans. Deze heb ik ook in een maatje 12. Helaas ook weer te groot. Deze is helemaal skinny en onderin is weer een trommelgeroffel, een split. De split is hier, de split zit vooraan. Dus alle broeken hebben een split, maar elke split zit een beetje aan de andere kant. Dit is dus een split die vooraan het been zit in plaats van aan de zijkant. En dat vond ik wel leuk. Die broek zag prachtig uit op het model. Hij is alleen een beetje te groot voor mij. Hij is ook lekker stretchy, dat vind ik heel erg fijn. Vooral met mijn lichaamsfiguur, hij is gewoon helemaal dicht. En ja, het is gewoon een simpele zwarte jeans met een split. Oké, dit vind ik ook echt een super leuke zwarte broek met zo van die splits onder. Alleen deze fit iets minder goed. Kijk, hier is hij zo los. Ik had echt alle broeken in één maat kleiner moeten doen eigenlijk. Maar de rest kon nog wel. Deze vind ik ook leuk van de voorkant. Alleen van de zijkant. Dit is echt een bekend probleem die ik vaak heb. Oké, iemand is in de tuin aan het boren. Lekker dan. Van de achterkant is hij ook heel erg cute. Ik vind hem echt zo leuk en ik wil hem niet weer helemaal terugsturen. Alleen voor dat ene ding, terwijl die op zich voor de rest wel gewoon goed zit. Maar ja, ik vind het wel echt zonde als dit zo uitsteekt. En ik haat een riem dragen. Ik haat echt een riem dragen. Ik wil geen riem dragen op een broek. Dus ja, ik ga nog even twijfelen wat ik hiermee ga doen. Maar misschien ga ik het gewoon terugsturen. Want ik denk niet dat ik hem zo zou gaan dragen. Dan heb ik hier een panterrok. Deze is ook weer kort. Normaal draag ik alleen maar rokken die echt lang zijn. Van die midi rokken die tot aan de knie zitten. Maar ik vond het wel leuk om een keer te experimenteren met andere soorten kleding. Dus wat kortere rokken. Dus heb ik deze panterrok besteld. Dit was ook een two-piece met een bijen passende top. Alleen ik vond dat niet zo mooi. Ik zou nooit in een volledige panteroutfit rondlopen. Dus
Dus ik had meer in mijn hoofd dat ik dit zou aandoen met een zwarte bodysuit of een zwart topje of whatever. Deze heb ik in de maat UK 10. En dit is echt een fijne rok. Dit was ook zo via die manier dat je op jouw lichaamssoort kunt uitkiezen. Dus dit stond het model ook heel erg mooi. Hier is hij ook weer zo geroosterd met twee van die sleten die je kunt vastmaken. En het is echt hele goede stretchy materiaal. En dit is gewoon zo'n dunne stof. Maar hij schijnt totaal niet door. Van binnen is hij ook helemaal zwart. Oké, jongens. Dit is dan de rok. Ik vind hem heel leuk. Hij past ook goed. Ik weet alleen niet of dit iets is voor mij. Ik vind het heel leuk. Dit is zo los. Die stof erop is zo een beetje losjes. Dat vind ik heel leuk. Ik vind die pantenprint ook heel leuk. Je hebt ook zo dit hier. Die moet je dan in een knoopje doen. Maar hij is wel echt heel kort. Ik weet niet of ik dit zou dragen. Kijk even deze achterkant. Je kunt niet eens zitten. Je kunt niet bukken. Je kunt niks. Dus ik weet niet echt of dit mijn ding gaat zijn. Want ik vind hem gewoon echt te kort. Ik vind ook hier dat hij hier een beetje raar zit of zo. Hij maakt zo hier bollig. Vooral hier als je kunt zien wat ik bedoel. Ondanks het feit dat ik hem wel heel cute vind. Weet ik niet. Hij doet niet veel voor mijn figuur. Kijk dit zo hier. Kijk wat hij hier zo doet. Het gaat zo raar bollig. Dat vind ik niet zo mooi. Dat maakt mij een beetje dikker dan dat ik ben. En het is gewoon echt te kort. Ja, hiermee kan ik niet over straat. Maar ik vind hem wel heel leuk. Nou mensen, dit was dan mijn hele shoplog slash haul met alle kleding. Ik ben super benieuwd wat jullie van alles vinden. Zoals ik ook al zei in de intro. Ik zet van alles een linkje beneden in de beschrijving. Het meeste paste ik, godzijdank. Ik heb wel geleerd, qua broeken moet ik echt maatje 10 pakken en niet 12. Wat ik terug ga sturen is die zwarte broek. Omdat die gewoon echt te groot zat bij mijn rug. Die broek van leer, die is gewoon echt te groot voor mij. Die pantenrok, want ik vond hem toch mij niet mooi staan. Hij maakte mijn figuur niet heel mooi. En de two-piece set van die rok en die top. Ik vind het toch iets te kort, iets te bloot. Ik zou dat niet echt aandoen. De rest hou ik allemaal. Ik ben ook echt heel erg blij dat ik het meeste pas. Want ik was echt bang, oh mijn god, straks pas ik niks. En dan kon ik überhaupt de hele video niet maken. Jullie gaan vast ook heel veel foto's op mijn Instagram zien met deze kledingstukken aan. En ja, dat was het gewoon weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Als je meer kledingvideo's wilt zien, let me know, want ik maak altijd vooral make-up. Maar als jullie iets hebben van wij vinden kleding ook leuk, laat het me vooral even weten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!